Sharon Dorsen. Hallo, goeie avond. Goedenavond. Nou, laatste keer dat wij elkaar zagen was met 538 Koningsdag. Ja, klopt. Hoe is het met je? Het gaat heel goed, heel goed. Met jullie ook? Het gaat, nou, ik ben, behalve dat ik stront verkouden ben, gaat het verder heel erg goed. Ja, ach, gelukkig. Nou. Hey, dit weekend was de Gay Pride natuurlijk. Ja, jij hebt ook op een bootje gestaan. Ik zat op een bootje, ja. En ik heb lekker veel optredens gedaan. Ik heb van alles gedaan eigenlijk met de Gay Pride. Ik ben een soort van gay friend. Ja, je bent een homo moeder ben je eigenlijk ook al geworden. Daar ben ik heel blij mee, want ik hou zo van ze. Ja, dat is mooi om te horen. Want ja, je hebt natuurlijk ook aan de beste zangers meegedaan. Willeke Alberti zat daarin. Dat was altijd een beetje de homo moeder, toch? Ja, maar ze is ook zo'n lieve vrouw. Dat is gewoon niet normaal. Echt, nee, klopt. Ja, ik ben 29. Ik ben wel eens naar een concert geweest van Willeke Alberti. Oh ja? Ja, het is... Wat leuk! Eigenlijk heel erg, ja, ik hè? Ik weer niet. Maar... Er zat alleen maar bejaarden in de zaal en ik dan. Maar nee, het was echt... Oh. Ik vind haar fantastisch ook. En maar ja. Willeke kan zo verschrikkelijk mooi zingen en ook heel veel gevoel legt ze erin. Dat is echt een soort van voorbeeld van mij. Ja, en ze was bij jou ook ontroerd. Ja. Want jij had een eigen versie van Samen Zijn gemaakt, ja, volgens klopt. Mij, hè? Ja. In het Engels. Ja. Ja, dat vond ze ook fantastisch. Ja, nou, heel lief van haar. Echt... Hey, jij bent zelf natuurlijk ook wel met de talentenjachten bekend geworden, hè? Popstars The Rivals, 180 jaar geleden. Maar vooral de Voice of Holland 2, hè, daar kennen we jullie nu van een paar jaar geleden. Klopt. Maar zelf ga je nu ook nieuw talent begeleiden. Ja, hoe tof is dat? Ik ben gewoon jurylid in de Next Boy Girl Band. Ja. En ik ga samen met Pip Ballens en John Eubank de girl band formeren. Dus dat is zo vet. Ja, vanaf 28 augustus is dat te zien op SBS 6. 26 augustus. Of 26 augustus, ja. Oké. Okay. En jij gaat dus de meidengroep helpen formeren. Ja. Ja. En hoe is het nu met de opnames? Wat ben je nu aan het doen? Nou, we hebben eigenlijk alle shows al opgenomen. Alleen nu nog de live shows. En we gaan heel veel reality draaien. Oké. Okay. Maar we hebben in principe al een soort van een band. Maar dan kunnen nog wel mensen eruit gaan natuurlijk. En het werkt iets anders dan bij de normale talentenjachten. Dan moet je natuurlijk eerst zingen. Wat toch het belangrijkste is bij een mannengroep of een meidengroep. Dus, ja, het gaat hier ook om de zang. Maar de eerste auditie is eigenlijk de looks, de moves en gewoon hoe je performt. Dus ook hoe je playbackt. Dus ja... Het gaat om het totale pakketje, weet je, bij een girlband. Dus je kan niet alleen maar heel goed kunnen zingen. Je moet alles mee hebben. En hoeveel mensen was je zwaar in teleurgesteld omdat ze er zo ontzettend lekker uitzagen, zo goed konden dansen en toen en ging die mond open. Zingen, dan ga ik wel bijna huilen, hoor. Toen dacht ik van, nee! En dan zeggen we ook wel, please, weet je. Als jij goed kan zingen, dan zijn we binnen. Maar ja, dan... Nee, dan is het net niet. Jammer. Ik blijf het grappig vinden bij die talentenjachten dat sommige mensen echt zo'n ongelooflijk bord voor hun kop hebben. Dat ze geen idee hebben over hun eigen kwaliteiten. Nee, maar weet je wat het wel is? In een girlband of boyband, ook al kan je niet heel goed zingen, dan alsnog maak je een kans. Snap je? Ja, oké. Okay, als je een beetje... Ja, misschien kan je dan, ben je goed in koortjes of zo. Dus. Ja, ja, ja. Maar goed, je moet wel een beetje kunnen zingen in maar ieder geval, eerlijk? Toch? Er zitten heel veel totale pakketjes tussen. Nou, spannend. Ik heb er zin in. Ik vind talentenjachten altijd leuk. Dus vanaf 26 augustus op SBS. En jij bent dus een van de juryleden bij de girlbands. Top. Ja. Hey, en verder. Touch Me There. Ja. Touch Me There. Die was eigenlijk een geintje. We waren in de studio bij Cheert. En Clifford Goylo, die altijd ook al mijn songs produceert. Die zei van, hey, weet je, het is allemaal zo in nu. Weet je, al die covers. Waarom gaan wij niet gewoon Touch Me There? 20 jaar daarna gaan wij gewoon coveren. Ja. En toen namen we op. Het was iedereen enthousiast. En toen dachten we, nou, hier is die cadeautje. Ja, superleuk. Ja, het is natuurlijk een hit van Total Touch. Hè? Ja. Het is de doorbraak van Treintje Oosterhuis eigenlijk. Ja. En wat vindt ze eigenlijk van het liedje? Nou, ik ben haar tegengekomen op de Gay Pride. En ja, ze knuffelde mij. En ze zei echt van, oh, wat vind ik het toch tof dat jij dit hebt gedaan. En ze is er heel blij mee. Nou, goed zo. Gelukkig. Ja, ik vind hem ook superleuk. Je gaat hem zo meteen live doen. En er is nog een liedje wat je gaat doen. Dat is You Know What. Ja. Dat zegt me eigenlijk helemaal niks nog, Sharon. Nee, nou, dat is een eigen song. En die komt binnenkort wel uit. Tenminste, ik ga hem gewoon aan de fans gratis geven. Oké. Okay. Maar ja, gratis. Dat moet ik niet... Oh, dat moet ik wel goed zeggen. Sorry. Oh my god. Ik heb gewoon een cadeautje voor de fans. Laat ik het zo zeggen. En hij is wel verkrijgbaar binnenkort. En is dit een soort van primeur ook die we dan zo meteen hebben? Ja, eigenlijk wel. Ja, oh, een primeur. Weet je wat het is? Als je heel scherp bent. Ik heb me vorig jaar bij 538 XXL gedaan. Oké. Okay. Daar helemaal stond je aan het einde van de show, daar heb ik hem gedaan. Maar nu gaan we hem echt in de akoestische versie doen. Met nou, wat goed zeg. Nou, twee liedjes ga je live bij ons doen. Ja. Ik zou zeggen, ga lekker naar onze studio. Je hebt heel veel mensen ook bij je trouwens. Ja. Stel even iedereen voor, wie heb je bij je? Ik heb hier Kimberly Janice. Ik moet even goed praten. Op de vocals. Jordan Roy. Het staat ernaast. Dan hebben we Stefan Siwabessi op de gitaar. En Gregory Pentoflet. Dat zeg ik een goede achternaam. Op de kachon. Wat een mooie naam allemaal. Mooi, hè? Ja, prachtig. Heel mooi. Nou, je gaat beginnen met Touch Me There, hè? Ja, klopt. Nou, helemaal leuk. Veel succes. Dankjewel. Ga je gang. One,
to be hypnotized by your smile. Free me from rules for only one night. Desirable as you were, trying to keep myself in line. Although your movement feels so right, keep my glory high, touch me here. Trying to keep my distance, I see your eyes lighting my face, starts to glow. Your power makes me feel so shy. Keep my glory high, touch me here. Avondploeg.